Er is een ei. Er is een ei. Dat is van... Oh. We staan gelijk... Oeh! Nee, ja, dat... Nou. Ik ben echt erg. Hoi! Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op Tina TV. Ik ben Idaya. En ik ben Anne. En vandaag gaan wij de strijd aan met elkaar in Toerdraaiers. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je zin hebt in de video. En ben jij daar klaar voor, Idaya? Ik ben er zeker klaar voor. Oké, dan gaan we nu dus beginnen. Alphabet challenge. Alphabet challenge. Nou, bij deze challenge moeten we ons de beurt een meisjesnaam noemen. Zeg maar, dan begin ik met de A en dan moet jij er eentje verzinnen met de B. En we hebben in totaal 5 seconden om na te denken. Dus ja, en uiteindelijk krijg je de hoeveelheid punten, hoeveel namen je hebt opgenoemd. Ik weet niet of dat helemaal was, maar... Anne. Babs. Celine. Denise. Eline. Feline. Gerda. Hanna. Idaya. Janneke. Karen. Wat was er nou klaar? El. Lise. Minoes. Nienke. Olivia. Petra. Quincy of zo? Ja, Quincy. Ik heb R. Rosanne. Sarah. Tara. U. Wat? Wat? U. Ik weet niet wat. Ursula. Oh. Valerie. Wilhelmina. W. Wat? R, S, T, U, V, W, X. Xanne. Ei, Jante, Zet, Sarah. Wow. Jongens! Nou, Anne heeft de 16 punten gewonnen en ik heb er 10. Er kan nog van alles dus gebeuren. Ja. Er kan nog van alles gebeuren. We hebben nog 2 challenges te gaan. Kleur sorteren. Nou, bij deze opdracht gaan we dus... M&M's plukken van de kleuren. En dan moet dus via deze volgorde. Dus dan heb je 30 seconden de tijd. 3, 2, 1. Er zijn er geen blauw meer. Oh. Waar is de blauw? Nou ja, ik doe wel gewoon iets anders. Oké. Ja. We gaan dus nu kijken hoeveel setjes zeg maar, we hebben gemaakt met deze kleuren. En dan ja, hoeveel setjes je hebt, dat zijn je punten. Dus dan gaan we even kijken. 1. We staan gelijk... Oeh! Nee, wat, maar ik mis 2 bruine. Dus zeg maar... Ja, dus dan 2 setjes zijn niet compleet. Ja. Dus dan had je eigenlijk 7 gehad als je 2 bruine had gehad. Mm-hmm. Maar nu hebben we dus allebei 5 hele setjes. Dus, de punten zijn nu 21-15. Oké, omdat ik heb gewonnen, althans ik sta nog steeds voor. Mag ik dus nog een keer draaien? Oké, dan gaan we. Oeh, dat was heel hard. Dat was heel enthousiast. Straattaal challenge! Oh, yo! Fatou. Dat is een grapje, toch? Of... Sorry. Ja! Oh, zo snel! School. Echt? Oh, dat wist ik niet. Korrel. Libby. Oh! Liefje of zo? Leven. Yes. Nou! Jas. Daka is jas, ja. Ik denk dat ik het weet. Wacht, oké. Weg of zo. Ik ga weg, toch? Of... Doei. Doei of zoiets. Oeh! Wie wel? Ja, wacht. Ik weet het. Stelen. Ja! Nakken is stelen, jongens. Ik weet het niet eens. Ik weet het wel. Rotterdam. Ja! Roffa. Anne heeft er 4 punten bij gekregen, dus zij heeft nu... 25? Ja, 25. 25 en ik heb er 18. Dat betekent
Idyla aan het verliezen rad mag draaien. Dus die gaan we er even bij pakken. Oké. Okay. Heel benieuwd. Stuur de 15e persoon in je WhatsApp chat een onderkind selfie. Oh ja joh. Maar zij zit ook gewoon altijd onder snap in de verhaal. Gewoon al onder ja. Dingen. Dus dat is hilarisch. Oké, okay. Waar is mijn telefoon? Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh! Mij zijn in de klas, oké. Okay. Dit wordt gefilmd toch? Okay. Kan je dit gewoon daarna laten zien? Oké. Okay. Moest hiervoor. Oké. Okay. Wauw, prachtig! Oh wauw, Idyla! Dat is echt mooi! Ik ben echt een model. Weet je wat? Gaan, nou, dan gaan verzenden. We. En hij is bijna afgeleverd. Brecht, als je dit ziet, sorry. Ga je er nog een doen? Ja. Ga je er nog een doen? Doe gek, hè? Oké. Okay. Wat is je laatst gebruikte leugen en tegen wie en waarom was het? Even nadenken hoor. Oh, ja. Oh, maar dat is... Nou, vrijdag had ik dus theater. Ik heb elke vrijdag dus theater, maar ik had dus gezegd dat ik niet kon komen, want mijn OV is kapot gegaan. En omdat... Dus toen ging ik fietsen, maar toen was ik gevallen. Dus had ik pijn aan mijn knie, dus ging ik maar naar huis. En dat had ik gebruikt als excuus. Maar ja, het is toch ook zo? Of was het niet zo? Het was niet zo. Oh, het was niet zo. Je had gewoon geen zin of zo. Nee. Ik was thuis gebleven. Maar ja, dat... Nou. Ik ben echt erg. Nou, dan was dit alweer de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op Tina TV. En dan hopelijk zien we jullie heel snel weer. Loesoe!